Winkels maken van eierschalen of kleding gebruiken als isolatiematerialen. Het zijn maar een paar ideeën die in de bouw toegepast kunnen worden om die duurzamer en milieuvriendelijker te maken. En bij Hogeschool Windesheim in Almere staat een maquette van een huis waarin 100 verschillende materialen van natuurlijke oorsprong zijn verwerkt. Het heet The Exploded View. Pascal Leboek is hoofdontwerper van The Exploded View en Iris Lommersen is van Price. Dat is het praktijk- en innovatiecentrum Circulaire Economie. We hebben ze alle twee, daar hebben we contact mee. Pascal en Iris, goedemiddag. Hi, goedemiddag. Ja, Pascal, laten we even met jou, met jou beginnen. Want wat is jouw favoriete kamer in dat modelhuis dat in Almere staat? Mijn favoriete kamer is het toilet. Oh, en hoezo dat? Het kleinste kamertje. Ja. En dat komt namelijk omdat die volledig is geprint uit restroom, uit rioolwater. Dus echt uit het papierpulp van het toiletpapier en het kalk dat uit water wordt ontrokken. Daar hebben we heel de toilet mee geprint op schaal, op 1:4. Mm-hmm. En eigenlijk ook om aan te tonen dat er heel veel materiaalstromen en afvalstromen zijn die we denken, daar kunnen we niks meer met, dat je die eigenlijk op een hele waardevolle manier kunt inzetten. En het toilet is daar de meest bijzondere voorbeeld van. Ja, moet ik dan denken aan een soort papier-mâché-toilet dan? Kan het wel nat worden? Ja, je kunt het is dan inderdaad een soort van papier-mâché-pasta. Dus het is wel echt een soort van pasta en die kun je printen. En zoals je met klei kunt printen, zo kun je eigenlijk met die materiaalstroom kun je of producten of muren, kun je eigenlijk alles wat je wilt gaan printen. En in het begin ruikt het wel nog een beetje naar riool, maar de geur gaat stilletjes aan weg. Dus, maar ik vind dat er ook wel juist leuk aan, dat je ook herkent van waar het komt. Ja, jullie hebben dus onderzoek gedaan naar welke natuurlijke materialen je kunt gebruiken in de bouw. Bio-based materials noem je dat. Ja, ik noemde net al eierschalen en kleding, maar wat voor soort materialen kunnen we verder nog denken? Ja, dat was eigenlijk ook echt de insteek bij dit project. De Exploded View staat eigenlijk echt voor de onmogelijke materiaalstromen die er eigenlijk zijn, in het algemeen. En bijvoorbeeld de keuken hebben we helemaal gemaakt aan de hand van voedingsstromen of reststromen. Als je weet dat wij als maatschappij best heel veel voeding weggooien, terwijl je dat perfect kunt inzetten om materialen mee te maken. Zo hebben we bijvoorbeeld een kombucha, wat jullie kennen als thee, als drank. Ja, gefermenteerd. Daar kun je ook gebruiken om gefermenteerde thee, als het ware. Kun je eigenlijk gebruiken ook als materiaal, als textiel, voor kleding of om interieurwanden mee te maken. We hebben zelfs popcornwanden en maïs, iets dat heel veel wordt gegroeid in onze contreien. Eigenlijk de gepofte popcorn is eigenlijk ook een heel mooi materiaal om plaatmaterialen mee te maken. Eigenlijk producten waar je niet meteen een associatie mee hebt, maar die wel alle wonderlijke capaciteiten hebben om in te zetten. Maar Pascal, je zei al, het toilet dat ruikt een beetje. Maar al die dingen die jij opnoemt, die ruiken ook. Dus het wordt een mengelmoes van geuren. Ja, heerlijk toch? Ik vind dat is eigenlijk ook... kijk, er is een verschil tussen ruiken en stinken. Hè? Mm. Ik wil ook niet in een huis wonen dat stinkt. Maar iets dat ruikt, is op zich helemaal niet erg. Ik denk, dat is ook een van de kwaliteiten, juist om met natuurlijke materialen te werken. Zoals zeewier heeft ook een hele mooie specifieke geur. Dat je eigenlijk op een veel sensitievere manier eigenlijk gewoon een woning kunt beleven. En dat je, zeker met zeewier bijvoorbeeld, dat je het gevoel hebt dat je op vakantie bent in je eigen woning. Dus het terug meer gevoel hebben rond een materiaal en dat het niet alleen maar kijken en voelen is, maar dat je ook kunt ruiken, is wel een hele belangrijke. Ja, Iris, volgende week is de week van de circulaire economie. Op woensdag de 9e houden jullie een bijeenkomst over dit onderwerp, dus bouwen met die bio-based materials. Wat gaat daar dan gebeuren? Nou, het leuke is dat je dan letterlijk kan zien, hier achter me zie je ook de maquette staan, hoe die materialen eruit zien, hoe ze dan voelen, hoe het dan werkt in zo'n badkamer. En Pascal zal er ook bij zijn om daadwerkelijk ook gelijk te vertellen hoe deze materialen al kunnen worden toegepast. En daarnaast is het ook een uitnodiging om door middel van dit soort mooie projecten te kunnen laten zien wat er allemaal al wel kan. Want we weten ook wat er allemaal niet meer kan, maar er kan eigenlijk al heel veel wel. En dat is eigenlijk de boodschap die we willen overbrengen.
En dat willen we graag in gesprek doen met iedereen die er ook op afkomt. En de Week van de Circulaire Economie zit vol met dit soort leuke, inspirerende evenementen op het gebied van circulaire economie. 280 door heel Nederland bijvoorbeeld. En in Flevoland hebben we dan deze mooie maquettes staan. Daar zijn we heel blij mee. Nu zijn er net allerlei voorbeelden genoemd van die biobased materialen in deze maquette. Maar wat zullen we bijvoorbeeld binnenkort in Flevoland ook echt terug gaan zien op een gewone bouwplaat? Nou, ja. Volgens mij zijn er wel een aantal die ook al uit Flevoland komen, of niet, Pascal? Die hierin zitten. Hennep, geloof ik? Ja, en om goed te zeggen dat deze installatie is eigenlijk een onderzoek geweest naar een woning die wij hebben gebouwd, schaal 1-op-1, die ook op de Floriade komt te staan. Dus de maquette is eigenlijk echt als onderzoeksinstallatie gemaakt waar we mee rondreizen, waar we op scholen staan, op innovatiecentra's en musea's. Maar de Exploded View als huis, hè, waar je gewoon echt 1-op-1 door een keuken, door een slaapkamer kunt lopen, die is een half jaar te bezoeken op de Floriade. Dus dat is nog een betere manier om te kunnen beleven wat er eigenlijk al kan. Ja, en hij kan dus gewoon in weer en wind, dat kan hij allemaal aan dus. Zeker weten, dat is toch de bedoeling. Ja, nee, heel erg goed. Nou, wil je meeluisteren en meepraten volgende week woensdag, dan kun je je aanmelden via deweekvandecirculaireeconomie.nl. Deweekvandecirculaireeconomie.nl. Ik wil jullie heel erg bedanken, Pascal Lebok en Iris Lommersen. En veel plezier volgende week. En we gaan op de Floriade natuurlijk dat huis van binnen bekijken.